De jong AZ'ers Emir Biberoglu en Richenol Margaret vechten aan het eind van de training nog even een onderlinge strijd uit. Bij een stand van 2-2 is het zaak om de bal niet op de grond te laten komen. Je had een klein strijdje met Emir, hè? Ja, pannenkoek, maar... maar komt goed, komt goed. waar ging het mis? Ja, ik weet het niet. Concentratieproblemen, denk ik even. Dus, maar pak hem wel. De volgende training dan... Pak ik hem zeker. Margaret en zijn ploeggenoten boekten vorige week vrijdag een goed resultaat. De goal! Daar is de goal van Thijs Veldhuis. De 1-1. En ik kan niet zeggen dat het onverdiend is. Uit bij de Graafschap behaalden de belofte een punt. Het was niet ons beste voetbal aan de bal. Maar wel als team een goede prestatie. En we hebben echt met het team geknokt om dat punt binnen te halen. Margaret moest het dat duel doen met een invalbeurt. Margaret dus voor Duin. En dat staat misschien wel symbool voor het seizoen van hem tot nu toe. Ups en downs vind ik. Soms spelen, soms niet. En natuurlijk wil je altijd basis staan, zeg maar. Mm-hmm. En veel speelminuten krijgen. Maar ik moet het doen met invalbeurten. En ik vecht keihard om weer in de basis te staan. Hij omschreef zijn seizoen tot nu toe als een seizoen van ups en downs. Hoe kijk jij naar zijn seizoen? Ah, dat zie ik ook zo. Voorbereiding heel sterk gestart. Periode bij 1 gezeten. Toen weer teruggekomen. Een beetje teleurgesteld daarover dat hij weer terug moest. En daarna wat minder. Misschien had dat ermee te maken in zijn hoofd. Dat heeft hij ook wel voor mijzelf ook wel een beetje beaamd. Daarna weer opgepakt. En weer goed gaan trainen en spelen. En hij zit nu weer in de stijgende lijn. Uit bij Jong Ajax stond Margaret voor het laatst als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier. Margaret vist die bal voor zijn voeten op en die maakt, vraag niet hoe, de 3-2. Heb je een idee wat er nodig is om echt vast in die basis te komen? Ik denk zelf mijn rendement. Als ik meer ga scoren en meer assisten geef, ja, dan kunnen ze uiteindelijk niet meer om me heen. Ja. Dus ja, dat moet ik echt gaan doen. Want dit seizoen, uit mijn hoofd zeg ik, heb je 1 goal gemaakt. Ja, 1 goal. Dus voor de spits is dat veel te weinig. En er moeten meer goals komen.